In Music and Murals nemen Caspar en Niels van Studio Giftig je mee in de wereld van de street art. Iedere aflevering vertalen ze een lied van een bekende Nederlandse muzikant naar een unieke muurschildering in de stad die verbonden is aan deze artiest. Welkom bij Music and Murals. Vandaag zijn we onderweg naar Nieuwegein, de thuishaven van Spinvis. Hey, ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer, dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt in de zon. Hey, hola. Nou, welkom in Nieuwegein. Ik ben Spinvis trouwens. Erik de Jong, alias Spinvis, is in 20 jaar tijd uitgegroeid tot een van de meest eigenzinnigste en veelzijdigste artiesten in het Nederlandse poplandschap. Kenmerkend voor zijn muziek zijn de poëtische en associatieve teksten. Naast zijn bezigheden als popmuzikant werkt Spinvis veel samen met andere kunstenaars in diverse projecten. Ik woon in Nieuwegein en Nieuwegein is waarschijnlijk bekend van alle nieuwbouwwijken en snelwegen. En dat is er ook allemaal, maar het is ook heel, heel groen. Er is heel veel park en daar zijn we heel trots op. En daar staan we nu middenin. Mooi. Het groene hart van Nieuwegein. Heeft Nieuwegein een bepaalde invloed op je muziek? Want het is natuurlijk wel jouw habitat, of ja, jouw dagelijkse omgeving. Waar ik over schrijf en voor wie ik schrijf, dat zijn wel de gewone mensen. Ik hou van gewone mensen. Ja. Van gewoon hoe mensen zijn. Ja. En nu liepen daar net, jullie hebben het niet gezien, twee vrouwen met vechthonden. Ja. Dan denk ik, hoe zit dat, weet je? Ja, precies, hoe zit die relatie in elkaar? Zijn dat hun honden? Van wie? Nou, en daar schrijf ik mijn liedjes. Dus Nieuwegein is echt heel erg Nederland. En in heel concreet, jouw maakproces. Begin je met de teksten? Begin je met de muziek? Is dat wisselend? Ik begin altijd met de muziek. Ik heb wel heel veel teksten in boekjes en met mijn telefoon dan tegenwoordig natuurlijk. Ja. En dan moet je denken, dat zijn regeltjes, dat zijn woorden, dat zijn bijvoorbeeld hier vechthond, vind ik opeens een heel goed woord, weet je wel. Ja, dus ja. Woordjes die voor mij heel veel betekenen, maar die iemand anders niks zeggen. Ja. En dan ga ik die muziek maken, heb ik een goede melodie en dan ga ik al die woordjes proberen erin te passen. Ja. Dan zegt het nog niks, gaat het nergens over. Nee. En dan dient het wonder zich aan. Namelijk, dan ga je het inzingen en dan ga je ermee aan de gang en dan gaat het ergens over. Ja. En dan was je dus eigenlijk in je onderbewustzijn al ergens mee bezig. Ja. Alleen wist je dat nog niet. Ja. Je wilde ons nog een andere plek laten zien. Ja, nou, we zijn hier niet voor niks natuurlijk. Want ja. het gaat over een liedje en een schilderij wat jullie gaan maken. Dus daar heb ik over nagedacht. En daar wil ik iets over vertellen op een andere plek. Nou, gaaf. Gaan we naartoe. Ja. Het waait wel heel hard. We staan onder de A2. Dit is de nieuwe brug. En daar zie je nog, dat is de oude brug. En die is niet meer in gebruik. Want die is te smal voor al het verkeer. En die wordt afgebroken. Jullie gaan een piece? Of, ja, ja, een mural. Een mural. We maken over een aanleiding van een liedje van mij. Ja. En toen vroeg je van wat voor nummer moet dat worden. Toen heb ik zitten denken. En dat nummer dat heet 10.000 zwaluwen. Op een dag bij de waterkant. Op een ochtend in mei. Zagen we 10.000 zwaluwen. Een held is iemand die in tijden dat het ertoe doet opstaat. En zichzelf kwetsbaar maakt en opstaat voor zijn idealen en voor de vrijheid. En niet zozeer denkt aan zichzelf, maar meer aan de vrijheid van de maatschappij en de mensen om zich heen. Ja. En ik vraag me altijd af, wat zou ik in de held zijn? Maar tot nu toe is er niks wat daarop wijst. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik ze wel bewonder. En, ja. En dat is vanuit die positie heb ik dat liedje ook geschreven. Het is een ander die naar de held kijkt. Van, ik heb jou gekend, ik heb je gezien. Ik heb gezien hoe jij een held was, hoe jij je hebt opgeofferd.
En ik heb gezien hoe jij bent opgepakt. En ik heb gezien hoe jij bent vermoord of verdwenen. Zover gaat het nummer niet, maar dat in mijn hoofd dan wel. En ik, lafaard, ik heb er alleen maar naar gekeken, want ik durfde niks te doen. Ja. En dat is de positie waarin de meeste mensen eigenlijk, de gewone mensen, heb je ze weer. Ja. En daarna kijken, weet je, niet iedereen is een held en ik waarschijnlijk ook niet. Nee. Maar die zijn er gelukkig wel. En dit is dus iemand die weet dat hij geen held is, maar wel naar de held kijkt. En ik vind dat een mooie, van een lied vind ik een heel mooie positie. Ja. Ja. Die 10.000 zwaluwen. Hij heeft een herinnering met die vriend van hem. Ja. Waarin ze gingen 's ochtends een keer heel vroeg naar de waterkant. De zon kwam net op. En ze zagen opeens 10.000 zwaluwen. En die waren weergeloofsvrij. Dus die zwaluwen die waren totale vrijheid. Ja. En die held, die vriend van hem, die zag daar iets in. En die heeft dat nagesteld. Maar dat lijkt me eigenlijk wel apart, want wij gaan dadelijk dus echt letterlijk gewoon iets fysieks maken gewoon op die muur. Ja, maar met alle genoegen natuurlijk. Ja, ja, ik ben zeer benieuwd. Ik ben zeer nieuwsgierig ook naar. Misschien heb ik nu te veel verteld, denk ik opeens, maar ik ben heel benieuwd wat je. Ja. En ik vind het heel fijn dat verhaal in Nieuwegein ergens dan op een muur komt. En hopelijk jarenlang. Ja, we hebben wel een goed idee gekregen in ieder geval van wat het nummer inhoudt en zo. Ja. En we hebben vanuit Nieuwegein een hele mooie locatie gekregen. Wauw. En daar willen we jou even mee naartoe nemen. Ik ben zeer benieuwd. Ja, ja, top. Goed. Yes. Ja. Op naar de wijk Fokkersteeg in Nieuwegein, waar de geselecteerde gevel voor de mural zich bevindt. Het wordt een... Daar staan we dan. De muur. Ja, midden in de woonwijk hier. Zo. Het is een hele nieuwe Geinse muur. Ja. Ja. Ik bedoel, ja, de vorm en die huizen hier om ons heen ook. Dus we zijn midden in het meest normale woonwijk van de wereld, volgens mij. Ja. Dat is eigenlijk een mooie aansluit bij de muziek ook wel. Ja, dat is wel, dit is waar mijn teksten zich afspelen. Dat, ja. Dat klopt wel. Ja. Ja. Perfect. Alleen ben ik nu wel met mijn neus op de feiten gedrukt. Maar het is niet anders. Ik bedoel, ja. Ik denk niet iemand het mooi vindt, maar het is wel zoals het is. Ja. Ja. Ik denk hier eigenlijk het voordeel is... Dat het allemaal wel intiemer wordt. Sowieso. Ja, het is wel intiemer. Het is niet zo megalomanisch. Hè. Het hoeft niet allemaal groot te zijn. En het voordeel hier is dadelijk ook qua schildering. Hier kunnen we echt met details helemaal losgaan. En je ziet ieder detail, omdat je ook echt bij de muur kan staan. En, oh, je bedoelt, hier ga je veel dingen, veel kleine dingen. Ja, waarschijnlijk wel. En ook dat er meer afgesneden wordt. Het wordt eigenlijk wel een andere compositie als dat we een grotere muur zouden doen. Ja, grote kans, ja. Ah. Mag ik een verzoek indienen? Ja, ja. Altijd. Indienen mag altijd. Indienen mag altijd. Mag ik een komma in? Ja. Ergens? Ergens. Ergens een komma. Ergens een komma. Ja, en de achterliggende... Gewoon. Dan heb ik toch iets. Dat er altijd iets na komt. Dat is het. Komt goed. Gewoon, maar hij mag ook zo groot zijn. Al zit hij maar ergens... Een kleine komma. Ja, ja. Die gaan we meenemen. Ja, dat zou heel fijn zijn. Ja, dan gaan we er mee beginnen inderdaad. We gaan gewoon nadenken wat we hiermee kunnen gaan doen. We gaan een mooi concept bedenken en een mooi ontwerp. Ja. En die gaan we erop knallen. Ja. En dan zien we elkaar over een paar weken hier terug. Heel graag. Ja. Ik ben zeer benieuwd. Heel leuk. Met gitaar? Met gitaar. Ik ga het lied hier zingen. Tof. Cool. Ja. Terug in de studio gaan Casper en Niels hun ideeën voor de mural uitwerken. 10.000 zwaluwen. Ja. Wat hebben we? We hebben de 10.000 zwaluwen. Ja. Hij vertelde over of je een held bent of lafaard in de oorlog. Ja, die ik-persoon die toekijkt vanaf de zijlijn eigenlijk en die eigenlijk niks doet. Dat is ook wel een beetje, daar ligt eigenlijk het vraagstuk van, hè, is de held of niet? Maar dat wordt niet letterlijk gezegd, maar juist door het weg te laten wordt het verteld. Ja. We gaan beginnen met de vliegtuigvrouwen, denk ik. Heel veel vliegtuigvrouwen. Ik denk dat we er wel genoeg hebben nou. Ja,
Ja. Ik kan wel mee vooruit. En die zwaluw is ook echt vet. Ja, dat is echt een pronkstuk. Dus ik denk dat we hier sowieso mee aan de gang gaan. Ja, dan even naar beneden alles fotograferen. Ja. Al deze vliegtuigen, die zwaluw. En dan gewoon kijken. Dan ben je op naar het ontwerp. Ja, ja. De voorbereidingen zijn getroffen en de studio wordt ingeruild voor de nu nog kale gevel in Nieuwegein, waar de komende dagen de muurschildering gerealiseerd gaat worden. Music and Murals kwam bij de gemeente op de lijn met de vraag of ze een mural konden maken van een Nieuwegeinse artiest. En dan voel je als gemeente ook eigenlijk meteen vereerd. Ik vind het fantastisch. Het is van spinvissen. Ja, het hoort bij Nieuwegein. Het is een Nieuwegein, dus het is een stukje eigen. Ik vind het prachtig. Nou, ik kijk elke dag, elke keer weer hoe ver ze zijn. En ik voorzie ze van koffie. Spinvis is een artiest die vooral vanuit de muziek werkt en daarna de taal erbij zet. En wat hem bijzonder maakt, is dat hij plaatjes maakt in zijn tekst en zijn muziek die hij niet tot in detail invult, maar die de luisteraar oproepen om aandachtig te kijken en aandachtig te luisteren en zelf de invulling te doen van wat hij schrijft. Het is zover. Na een intensief traject is de mural klaar. Tijd voor de grote onthulling. Nou, daar zijn we dan. Ja, hey, zeker. Ja. Welkom in de eigen stad. De tijdmachine. Ja. Ja. Nou, we stonden hier een paar weken terug en ik heb nog helemaal niks gezien. Ik heb wel gehoord van mensen die het heel mooi vonden, maar mensen zeggen zoveel. Dus misschien is dat lelijk. Ja, dat zou goed kunnen. Ik zou zeggen, we gaan gewoon kijken. Ja, ja, zeker. Hallo. Hallo, buurtbewoners. Hoi, hoi. Jongens. Ja. Wauw, echt. Prachtig. Dank je. En een kleuren, jongen. Het was wel ook wat we toen hier hadden besproken van hij mag wel eraf knallen of hij mag nou, wel dat, echt een, dat doet hij wel, ja. Op zichzelf staand, op zichzelf staand ding wel, worden in de wijk. Ja. Mag ik even die rondkijken? Oh ja. Ja, die hebben we wel meegenomen. We hadden zoiets van de huisje daarvoor, dat wow. kunnen we niet onbehandeld laten. Dat, ja. dat gaat wringen. Dat moet gewoon worden meegenomen. Zijn jullie er blij mee? Fantastisch. Ja, vind je mooi? Ja, ik ook, ja. Dank je. Ah, jij moet er tegenaan kijken, weet je? Ja, goed. Oké. Okay. Ja, ik vind het echt heel, heel mooi. Ik vind het echt heel goed gedaan. Ja. En wat je zei ook, dat je zo'n klein muur, dat je daar veel meer details in kan. Zeker. Ja. Ja, het is wel een ander soort compositie geworden als wat we normaal doen. Ja. Ja. Het is wel, dus voor ons doen relatief druk, inderdaad. Ja. Best veel afgesneden. Gebeurt veel. Dat leende de muur zich ook best wel goed geworden, inderdaad. Het zijn er geen 10.000, maar het zijn er wel veel. Dat zijn er wel veel, ja. 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 Ja, we waren bezig met het concept en we zaten met die vliegtuigjes te kijken. Van papieren vliegtuigjes hadden we nog een idee. Ja, ja. Dat is iets van eigenlijk zaten we een beetje jeugdige personen, zagen wij dan voor ons. Dat het toch ging over de boeken verstoppen en school. Hè. Ja. Ik dacht van dat speelse element met die vliegtuigjes gecombineerd met papieren. Ja. Die ook terugkwamen in het nummer. Ja. Uiteindelijk hebben we die vliegtuigjes toch weer vervangen door die zwaluwen. Alleen dan zwaluwen van papier gecombineerd weer met die echte zwaluwen. Dan die, eigenlijk een beetje die hoofdpersoon die als het ware zo vanuit de achtergrond toekijkt van wat er gebeurt zonder dat die. Die vieren goed, die vleugels ook goed. Ja, vet. Zoek de komma. Au, ja natuurlijk. De eerste hij is echt. Hij is ook maar klein. Hij valt niet op. Hij is echt heel, heel behouden. Maar ik zou hem kunnen zien. Je zou hem kunnen zien. Ja. Oh, daar zit hij. Ja, oranje komma. Ja. Die moest er nog wel ergens.
subtiel in. Ja, cool. Niet te duidelijk lijn maken. Ja, ja, ik ben zeer onnieuw. Ik kan niet anders. Ik heb je gekend. Ik weet wie je was. Elk seizoen in je ogen. Ik zag elk gezicht dat je had. Toen je won, was ik bij je. Ik heb je gezien. Soms dronken van leugens. Soms zo wild als een kind. Op een dag bij de waterkant. Op een ochtend in mei. Zagen we 10.000 zwaluwen. Weergaloos vrij. Gaat Studio Giftig richting Zeeland, waar zij in Goes de uitdaging aangaan. Ik vraag me altijd af, wat zou ik een held zijn? Maar tot nu toe is er niks wat daarop wijst.